En mijn gast vanavond is een Nederlandse actrice. Ze schitterde in films als Lucia de B, de Heineken-ontvoering en de Amerikaanse kaskraker Blade Runner 2049. En die vond ik persoonlijk echt veel beter dan Blade Runner 1 tot en met Blade Runner 2048. Maar dat is een kwestie van smaak. Haar nieuwste film heet Zee van Tijd. Geef haar een warm welkom, dames en heren. Sally Harmsen! Wat leuk dat je er bent. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Tuurlijk, hoe gaat het met je? Ja, goed. Een beetje nerveus. Waarvoor? Nou ja, ik vind het toch altijd wel heel spannend om in dit soort shows te zitten. Hoezo? Dus, die mensen zijn heel lief. Ik ben ook heel blij. Ik ben ook wel... Ja, het valt inderdaad wel mee. Ja, toch? Wel gezellig, ja. Ik hoorde dat je... Gisteren heb jij een Italiaanse filmprijs gewonnen voor Zee van Tijd. Nu ja. Ja, hallo. En dat is een... ik moet even goed zeggen, Gouden Paard. Het is een pony. Gouden pony. Ja. Voor beste actrice. Ja. Maar waarom zijn het altijd dieren? Ik weet het niet, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het. Ja. Ja. Het is voor dus al voor Zee van Tijd. Die pas donderdag voor de mensen te zien is in de bioscoop. Ja. Wat kun je vertellen over de film? Wat is het voor film? Ja, het is een romantisch drama. Het gaat eigenlijk over twee mensen die heel veel van elkaar houden en een kleintje hebben. En die reizen de wereld rond op een zeilboot. Die wonen echt ook op die boot. Die doen dat al jaren. En op een dag verliezen ze hun kindje. Ja. En eigenlijk gaat de film erg over hoe die twee proberen bij elkaar te blijven en hun liefde eigenlijk te redden tegen alle tegenslagen van de rouw in, waar ze allebei op een andere manier mee omgaan. Ja, we hebben een fragmentje, dus laten we gewoon even gaan kijken. Draai maar. Goed. Hier. Oh, het is een makreel. Ja. Wacht. Hey, Kai. Los van de zware thematiek, dan moeten mensen maar zelf gaan kijken. Maar het speelt zich dus af op een boot. Ik vroeg me ook, was ook wel benieuwd naar de praktische consequenties van een film draaien op een boot. Ja, en het grappige is, je draait natuurlijk... Ja, grappig. In film zeggen ze altijd, je moet uitkijken voor de vier B's. Dat zijn boten, baby's, bejaarden en... Beesten. En beesten, ja. 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 Nou goed, wij hadden er dus drie. Ja. Bejaarden, baby's en, ja, en een boot. En een boot, ja. En ik, de vijfde B is Boermans. Boermans. Ik geloof niet dat dat een nadeel is. Maar ik heb ergens gelezen dat hij altijd dingen voordoet. Als hij wil dat je dingen speelt of dat hij dingen visualiseert. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja. Ja. Wat, nou ja, het is wel een hele enthousiaste regisseur. Ja. Geef je daar een voorbeeld van? Hij heeft zoveel liefde voor het vak. Als hij regisseert, gaat hij zelf gewoon helemaal in. We hadden bijvoorbeeld... Dat is grappig. Hadden we in het repetitieproces hadden we dus in de repetitiestudio... had hij die hele boot afgetaped met een soort gaffertape op de grond. Dat was dan ook daadwerkelijk de juiste mate en alles. En eerst zat er nog een scène in die is uitgeknipt. Maar met allemaal orka's die dan de boot aanvielen. Dus ja. Hij deed zo voor. Ja. Hij deed zo voor dat hij de orka was. Dus hij rent zo om die boot heen, allemaal rondjes. Ja, en dan komt de orka zo hier zo. Wieuw, wieuw. En dan was hij daarna ook even mijn personage. En jij staat dan hier. En dan staat Lucas daar. En dan, nou ja, goed. Ja, dat was dus... Ik ja, vind het dat heel jammer dat die filmen. Scène eruit is geknipt. Veel beter ook, dan Dogville. Dogville is ongeveer zo'n film met tape. Ja. Behalve actrice ben je ook kunstschilder. Ja. Dat zou je jezelf zo durven noemen? Ja, dat is... Ik zie een twijfeling in je ogen. Nee, ik schilder niet alleen teken ook, maar ja... Je bent kunstenaar, natuurlijk. Ja, je hebt een atelier. Ja, en, ja precies. Dan kan ik ook nog andere materialen gebruiken. Ja, precies. Sorry voor mijn beperkte visie op de beeldende kunst. En hoe combineer je je actrice zijn met je kunstenaarschap? Meestal als ik aan het draaien ben, dan stort ik me gewoon volle 100% op het draaien, op het spelen. Want dat vergt gewoon al je aandacht. En dat geldt ook voor de beeldende kunst. Dus ja het ligt er gewoon een beetje aan... Ik heb eigenlijk een plannetje. Ja, want ik zou heel graag een Sally Harmsen willen kopen. Maar ik denk niet dat ik dat kan betalen, want ik werk bij de NPO. maar ik dacht, misschien kunnen we een portret van elkaar maken. Zullen we dat doen de rest van het interview? Oh, dus ga ik proberen om door te interviewen. Ik kan niet zo goed dingen tegelijk, maar laten we het proberen. Dus ik moet jou tekenen en dan gaan we straks aan de mensen laten zien. Je mag een krijtjes kiezen. Ik weet niet of dit je materiaal is. Maar dat zou ik...
Even denken. Ik ga jou dan tekenen, ja? Je hebt een gele trui, dus die ga ik... Die heb jij al! Ja. Kurt. Maar ja, je hebt een beetje een geel gezicht. Grapje. Dat is een grapje. Ik kan wel... Okay. Ik mag ook wel een grapje maken, toch? Zeker. Oké, heb je nog leuke projecten die je nu aan het doen bent? Die je nu aan het filmen bent? Ja, zeker. Jeetje, dit vind ik wel moeilijk. Ja, dit tegelijkertijd te doen. Ik zie dat ik een paar... Oh shit, dit is blauw. Ik dacht dat dit zwart was. Maakt niet uit. Ja, ik heb best wel leuke dingen gedraaid dit wat jaar. Ik heb een hele mooie film gedraaid. Concentreer je, ja? Ja, jezus. Ja. Ik heb een hele mooie film gedraaid. Aan het begin van het jaar, Noise heet die. Een Vlaamse film. Ja. Ik heb ook een film gedaan naar een boek van Guus Kuijer. Het boek van alle dingen. En daarin, dat is wel echt heel leuk. Want daarin speel ik dus een dubbelrol. Ik speel de moeder van de hoofdpersoon. Die een soort, in een soort fantasiewereld leeft. Ja. Die hoofdpersoon, niet de moeder. Ja. Maar ik speel ook Jezus Christus. Oh. Die verschijnt, want Jezus Christus verschijnt de hele tijd aan dat jongetje. Ja. Dat lijkt helemaal niet op jou. Volgens mij hebben we daar een foto van gekregen. Nee, niet van dit ding, maar van Jezus Christus. Jou als Jezus. Ja, dat ben jij. Ja, klopt. Dat is toch mooi. Ja, dat is toch feestelijk? Ja, heel feestelijk. Daar ben je er blij van. Ja. Ben je er klaar voor? Oké, okay, we gaan hem allebei zetten hem hier neer. Nee, ja? Je haar, je moet je kuif nog. Maar op één moet op televisie. We hebben geen eeuwige... Oké, okay, mijn kuif is wel belangrijk misschien. En je oren. Oren ook. Vooruit. Oké, okay. Ben je er klaar voor? Ja. We draaien hem allemaal om. Dus we zetten hem zo, allebei zetten we hem zo die kant op. Ja, dan kan de camera zien. 1, 2, 3. Dat is best. Ja. Moet je wel je handtekening eronder? Want ik neem hem mee natuurlijk. Ik hang hem op in mijn kantoor. Dit wordt geld waard later. Nu al, sorry. Die van mij krijg je ook. Ik schrijf even zo mijn naam erop. Arjen. Oh, wauw. Alsjeblieft, nu heel erg bedankt. Ik nooit meer dat ik in jouw avondshow zat. Nee, wat dat zul je nooit vergeten. Dankjewel voor je portret. Ik ben ook heel trots op die van mij. En natuurlijk bedankt voor het komen. Zee van Tijd is vanaf donderdag door het hele land te zien. Mag ik een groot applaus voor Sally Harms. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Hallo boomers, zitten jullie nog steeds op YouTube? Wisten jullie dat de jeugd al lang niet meer op YouTube zit? Die zitten nu massaal op NPO Start. Het is een soort YouTube, maar dan van de hippe start-up NPO. Super chill. En dan praat ik nog altijd even door met mijn gast in het spel Geheugenmemory. Dus klik op de link in de beschrijving en voel je weer even 12.